dat is een zwamp. Wat? Stukpunt, hupje wat? Dat is, nee, alleen oorwormen en pissebedden. Maar prachtige beestjes. Wat een mooie natuur. Oh, waar is hij nou, die prachtige das? Waar is... Oh, is dat hem? Is dat hem? Ah, hallo en welkom bij De Kwestie. Ik ben Jurg van Ginkel en zoals het u al heeft gezien gaat het deze week over de das. Want hier in Amelisweert, net naast de snelweg, zit tegenwoordig een das. En dat is heel slecht nieuws voor Rijkswaterstaat. Want dat betekent dat dit stukje bos, wat Rijkswaterstaat graag wil kappen om plek te maken voor de A27, misschien wel moet blijven staan. Tenminste, dat vinden natuurbeschermers. Nou, valt het allemaal uiteindelijk wel mee. Die das kan waarschijnlijk voordat er aan de bouw wordt begonnen wel verhuizen. Maar het roept wel de vraag op. Is één Dassenburcht genoeg om zo'n megaproject stil te leggen? En vooral, waarom moet die A27 ook alweer verbreed worden? Nou, dat zijn allemaal vragen die wij vandaag gaan beantwoorden in De Kwestie. En daarom is De Kwestie. Eén Dassenburcht is geen reden om de A27 niet te verbreden. Leg eens uit, waar zijn we nu ongeveer? Wat zie ik hier allemaal? Ik zie daar het KNMI in de beeld volgens mij? Ja, rechts de KNMI in de beeld. Hier recht voor ons zien we de A28. We kijken op het provinciehuis, daarbij knooppunt Rijnsweerd. Nou, heel mooi de Dom op de achtergrond. Hiervoor de sportvelden van de Uithof. De universiteitsgebouwen. Achter de universiteitsgebouwen hebben we eigenlijk het landgoed Amelisweerd. En verder bij Rijnsweerd zien we de kruising met de A27. Ja, die Amelisweerd, daarom staan we hier vandaag. Er was begin deze week een beetje wat ophef over die das, die mogelijk de verbreding zou vertragen. Nou, dat blijkt allemaal wel mee te vallen. Maar toen realiseerde ik me opeens van, hey, ik weet eigenlijk niet eens precies waarom die weg daar verbreed moet worden. Nou, dacht ik, ik vraag iemand van Rijkswaterstaat, die weet vast wel waarom dat is. Waarom moet de weg bij Amelisweerd eigenlijk breder worden? Ja, dat is een mooie vraag. Nou, we staan hier eigenlijk bij de Ring van Utrecht. En de Ring van Utrecht is de draaischijf van het Rijkswegennet in Nederland, zo noemen we dat. En ja, daar wordt steeds drukker. Er komen de doorgaande verkeer, het lokale verkeer. Dat zorgt voor een enorme drukte. Er zijn op een dag wel 180.000 voertuigen die over het traject heen gaan. Oké, en in beide richtingen, alle kanten op? In één richting is het... In één richting? Is 180.000 voertuigbeweging minimaal. En we zien het alleen maar drukker worden. Nou, met de aanpak van de ring willen we eigenlijk de verkeersveiligheid en de doorstroming verbeteren. En daarnaast willen we ook dat het leefklimaat niet verslechtert, maar waar kan nog verbeterd. Ja, maar dan hoor ik inderdaad, het is inderdaad mooi, jullie gaan het aanpakken en het wordt allemaal beter. Maar wat gaan jullie nou precies doen? Waarom moet die bak breder worden? Wat gaan jullie daar doen? Gewoon extra rijbaan erbij en het is klaar? Als je kijkt naar het stuk bij Amelisweerd, tussen de beide knooppunten, daar heb je veel bewegingen van het automobilisten. We noemen dat W-bewegingen. Als je op de A27 zit en wil naar de A28, moet je helemaal oversteken. En dat willen we aanpakken. We willen eigenlijk ontweven. Ontweven. Oké, wacht even. Nou heb ik ben goed voorbereid gekomen en het is heel winderig. Maar ik hoop... Kan ik even helpen? Ja, oh, fantastisch. Kijk eens aan. Dus dan hoop ik dat dit een beetje zo lukt. Dus dit is Amelisweerd bij mijn vinger. Daar? Dat klopt. En daar komen volgens jou dus een heleboel verschillende verkeersstromen uit verschillende richtingen samen. Dat klopt. Als je via de A12, ik wijs het even aan, via de A12 hier naar de A27 gaat, A27 rechtdoor gaat, kom je samen. Van de A12, als je ook richting de A27, dat komt allemaal samen, dat stukje. En hier zoeken de weggebruiker zoekt zijn weg. We willen dus dat... De rijstroken gescheiden worden. Dus als je, ik neem even het voorbeeld, als je vanuit Breda hier zo van Houten komt, dan moet je al een keuze maken van ga ik naar de A28 of blijf ik op de A27. Als je naar de A28 wil, ga je al voorsorteren en dan kom je op een aparte rijstrook
En word je zo naar de 28 geleid. En dan hoef je dus niet meer in te voegen, voor te sorteren. Dan blijf je gewoon op die rijstrook. Dan ontmoet dat verkeer elkaar niet. En dat leidt dan tot minder ongelukken. Ja, dus dat verbetert doorstroming en mindere ongevallen. En daarvoor hebben jullie extra ruimte nodig bij Amedesweert? Daar hebben we extra ruimte voor nodig. Er komt één rijbaan bij. Mm-hmm. Daarnaast komt er ook een vluchtstrook bij. En daardoor moet de bak een klein beetje breder worden om te hopen dat dat allemaal... Waarvoor is het nodig? Staat er zoveel file op dat stuk? Ja, er zijn vijf knelpunten. Die vijf knelpunten staan ook wel in de file top 50 van Rijkswaterstaat of van de landelijke file top 50. En je kijkt hier rond half vier vanmiddag. Dan staat echt voorbij zij staat het vast. Nou, ik was heel blij dat ik dat hoorde van die Dassenburg. Ik dacht, yes, weer een reden om tegen de verbreding te zijn. Want dat ben ik al jaren, ook vanaf het begin van de A27. Ik was er bij 20, 30 jaar geleden ook. En mijn kleinkinderen zijn ook heel erg tegen. Die willen ze ook wel weer actie gaan voeren in de boom. Er zijn er ook Rijkswaterstaat, maar een boel andere mensen die zeggen van ja, als we hier nu niet een beetje wat bijleggen, dan staat het allemaal, dan staat het verkeer stil over een paar jaar. Ja, maar je hoort ook dat met het klimaatverdrag dat er allerlei maatregelen genomen moeten worden. En dat er ook gedacht wordt aan elektrische auto's, zelfsturende auto's. Straks is dat helemaal achterhaald, die files. Dus ik ben echt valikant tegen en ik ga net zo hard weer actie voeren als ze hier die bomen gaan kappen. Ik ben op zich wel heel erg voor natuurbehoud en in die zin links, maar de wereld is overbevolkt en we moeten iets doen en dan zou ik toch kiezen voor beter doorrijden. Veel rijden kost veel geld natuurlijk. Ja. Ja, dus die paar bomen, we hebben genoeg bos denk ik in Nederland. Bos is belangrijker dan fietsen. Dan denkt u, dan sta ik graag eventjes in de file. Dan sta ik wel voor in de file, ja. Ik vraag me af of je de file oplost door steeds de wegen meer te verbreden. Ik bedoel, dat is een beetje een gebed zonder einde, denk ik. Dus ik denk dat de oplossing toch ergens anders moet komen. En rekening rijden, openbaar vervoer meer stimuleren. Ik denk dat dat meer de oplossing is dan alleen maar het asfalt te verbreden. Ik ben naar een voorlichtingsavond geweest. En ik heb me ook door mensen van Rijkswaterstaat daar een en ander over laten vertellen. En dat is alweer een tijdje geleden overigens. Maar wat ik daar inderdaad van heb onthouden, is dat ik op dat moment dacht van, ik ben nog niet helemaal overtuigd. U was er nog niet helemaal mee. Een leken mening, maar die moeten ook zeker, denk ik, in de besluitvorming meegenomen worden. Soms kan gezond verstand ook heel belangrijk zijn in besluitvorming. En kunnen deskundigen dingen over het hoofd zien. Jullie van Rijkswaterstaat moeten het heel vaak over Amedesweert hebben. Daar balen jullie van. Want jullie zeggen van we gaan nog veel meer aanpakken. Zoals bijvoorbeeld ook het stuk hierachter, toch? Dat knooppunt Rijnsweert. Ja, wat gaan jullie daar doen? We gaan Rijnsweert aanpakken. Hier gaan we ook het verkeer scheiden. En daarvoor gaan we een flyover realiseren op het kruispunt Rijnsweert. Op dit moment maakt het verkeer gebruik van de zogeheten varkensbocht. We noemen het de varkensbocht omdat in het verleden daar een vrachtwagen met varkens gekanteld is. En die varkens allemaal ontsnapt zijn. Het heeft een week geduurd voordat alle varkens weer bij elkaar waren. Maar dat is de varkensbocht, die gaat ook weg. Daarnaast gaan we nog meer doen op Rijnsweert. We krijgen vier niveaus. Die flyover is eigenlijk het hoogste niveau, dat is niveau 2. De A27 is niveau 1. Dan krijg je eigenlijk de A28 als je uit de stad komt. Dat is eigenlijk het maaiveldniveau, zoals we het noemen. Het is nu nog... lijkt wel een warenhuisje. Alsof een eerste verdieping, damesondergoed. Tweede verdieping, kinderspeelgoed. Ja, dat lijkt een mooie vergelijking. Maar we gaan weinig verkopen, maar we gaan doorstromen. Het is echt een gigantisch project wat jullie gaan doen hier. Om de hele wegen een beetje goed te laten doorstromen. Wanneer willen jullie ongeveer beginnen, idealiter? En wanneer moet het ongeveer af zijn? Nou, we zijn nu druk met de voorbereidingen. De minister heeft in december het tracébesluit getekend. Dat is in januari gepubliceerd. Daar zijn diverse beroepen op gekomen. Dat wordt straks behandeld bij Raad van State. Ondertussen zijn we dus aan het voorbereiden, want er moeten kabels en leidingen worden verlegd, grond aangekocht, milieuonderzoeken worden gedaan, flora en fauna onderzoeken, bijvoorbeeld ook de dassen. Ja. Nou, al dat soort werkzaamheden moeten contracten worden gemaakt. Daar is tijd voor nodig.
Wij verwachten dat het verleggen van kabels en leidingen in 2018 gaat plaatsvinden. En daarna starten we met de daadwerkelijke werkzaamheden. En we willen dit in 2026 afgerond hebben, dit gehele project. En tot die tijd moeten mensen even goed opletten bij het in- en uitvoegen op, op de weg? Ook daarna moet je goed opletten. Stekend punt. Ja, dat, maar goed... Als we in 2026 klaar zijn, dan is de doorstroming verbeterd, is de verkeersveiligheid verbeterd. En ik gaf net ook aan het leefklimaat, dat de mensen, er is wel van, kun je hier nog leven hè, met alleen maar uitbreiding van de wegen. Maar wij doen heel veel maatregelen om dat ook te beperken en zelfs te verbeteren. Zoals er komen extra geluidsschermen. De minister heeft 15 miljoen extra toegezegd aan bovenwettelijke maatregelen, waardoor de geluidsschermen op sommige punten hoger en ook verbreed kunnen worden. Daarnaast investeren we in extra flora- en fauna-passages. Op de bak waar we het net hebben gehad, die wordt wel verbreed, maar er komt ook een dak op terug. Dat noemen we de groene verbinding. Dus er komt weer een verbinding tussen het landgoed Amelisweerd en de stad. En dat zijn allemaal maatregelen waarmee we dat voor de mensen ook hun leefomgeving niet achteruit gaat. Dus Rijkswaterstaat, het zorgt voor een boel rommel, maar jullie geven ook een bloemetje terug. Oh. Nou, meer dan een bloemetje. Er komt een heel park terug. Oh. En daarnaast vergeet de ruimtelijke kwaliteit. Dat is een chic woord. Maar we hebben hier diverse onderdoorgangen hier van de Uithof naar de stad. Archimedeslaan. Die willen we ook nog mooier maken, beter maken en ook sociaal veiliger. Dus dat zijn allemaal onderdelen van het project. Het is maar een heel klein stuk. Het is maar 15 of 25 meter. Van een paar bomen. Ze zeggen, die planten we allemaal terug. Ja, planten allemaal terug. Ja, waar dan? Niet op hetzelfde gebied natuurlijk. Volgens mij willen ze een kap erop maken en het daar dan weer opzetten. Ze krijgen van die jonge boompjes erop zetten. Ja, dat weet ik niet. Dat ken ik niet. Ja, ze kunnen wij spreken desnoods onder de grond doen. Zoals ze dat ook in het Westen ook hebben gedaan. Ik heb zoiets van, ja, als het boel daar over kappen, die tunnel, dan en de bomen opzetten, dan vind ik het prima. Ja. Dat die verbreed wordt, ja, verkeer moet ook ergens naartoe. Maar ja, het is wel doodzonde natuurlijk voor die bomen. Dus ik zou zeggen, ja, zet er dan vervolgens weer bomen op bovenop het dak. Ja. Net zoals op de snelweg richting Amsterdam, als ze het gedaan hebben. Dus, ja, ik ben ook voor bos, maar misschien kunnen we dat weer op een ander plekje weer planten. Dus het is een beetje een mix, maar absoluut voor verbreden. Sterker nog, ik heb goed nieuws voor u. Ze waren al van plan om het stuk bos terug te gaan planten. Dus. Ja, ideaal meteen doen. Morgen beginnen. Nou, het gaat nog ietsje langer duren, maar je moet er even wachten. Oké, nou ja, we wachten af, maar ik hoop dat het snel gaat gebeuren. Oké, fantastisch. Dankjewel. Ja.